Vanavond is er een informatiebijeenkomst geweest over de opvang van vluchtelingen in Sportpark Walburgen in Gent. Deze informatiebijeenkomst was bedoeld vanuit de gemeente om mensen te informeren over de opvang die vanaf morgenavond de komende 72 uur gaat plaatsvinden. Wij als Omroep Lingewaard waren erbij. Ja, dat is al goed. Wat verwacht u vanavond? Een toelichting te krijgen van de burgemeester waarom eigenlijk in Gent vluchtelingen op moeten vangen. Ik vind ze mogen me in rust een keer een paar dagen blijven, dus ik krijg geen problemen ermee. Ze doen hier wel vast voor niks geen kwaads, dus ze hebben ook recht op een plekje. Dames en heren, ik wil u vragen om een plaats te zoeken. Zijn toe nu aan de vragen. Goedenavond, ik woon zelf bij de ingang van de Bataven. U heeft het heel kort over veiligheid gehad. Ja, we schalen nu op. Nu zijn ze inderdaad, u heeft er een goede ervaring mee. Maar hoe moet ik die veiligheid zien? Ik denk dat u dinsdagavond, net als al die andere gemeenten waar deze groep is geweest, zult zeggen, ja, ik vind het heel jammer van voetbal, maar voor de rest hebben we weinig meegekregen van deze opvang op deze locatie. Ik kan het niet mooier maken. Je hebt ook wat vragen gesteld vanavond. Ga je als een tevreden man naar huis? Dat is een moeilijke vraag. Ik had een hele duidelijke vraag over de veiligheid. En eigenlijk een wat mindere vraag over het sportgedeelte. De veiligheid daar is me dan gezegd van, er is 24 uur binnen lopen de mensen. Maar buiten heb ik eigenlijk nog geen antwoord op gehad. Wat gebeurt er 's nachts met de veiligheid? Dus ja, tevreden, gemengd gevoel. Dus je bent er wel wat ongerust, hè? Je zegt ook van ja, wij wonen daar vlak in de buurt, we hebben zelf kinderen. Wat ga je nu nog doen om je eigen zeg maar tot rust te komen in deze situatie? Nou, rustig blijven. En inderdaad, op het woord van de burgemeester van er is bij de alle andere twee gemeentes niets gebeurd. Dus dan vertrouw ik daar maar op. Vanavond hebben wij de informatieavond meegemaakt over de opvang van de vluchtelingen in Gent. Was het voor u de eerste keer om dit zo mee te maken? Nee, dit was voor mij de tweede keer. De eerste keer was in de gemeente Overbetuwe, in Elst. En hoe is de avond verlopen in jullie opzicht? De avond hier in Gent is heel gemoedelijk verlopen. Ik vond, als ik kijk naar de bewoners, dat ze heel open staan voor de opvang van vluchtelingen. Mevrouw Schuurmans, we zijn vanavond getuige geweest van de informatiebijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in Gent. Hoe heeft u deze avond ervaren? Ik vond het een hele goede avond. Er waren veel mensen op afgekomen. Die hadden vragen, die hadden een ongerustheid, die hadden zorgen. Die hebben ze allemaal uitgesproken. Maar wat ik vooral merkte is dat toen die vragen beantwoord werden en de ongerustheid of het wel goed geregeld was en veilig weggehaald was, dat mensen allemaal vonden dat deze mensen 72 uur opgevangen konden worden in Gent. En eigenlijk hoorde ik eigenlijk ook heel veel warmte van nou, ze zijn welkom en dat vind ik heel fijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich zorgen maken, of het gaat om veiligheid, of hun eigen kinderen. Heeft u het idee dat u die zorgen een beetje heeft kunnen wegnemen? Ja, ik denk het wel. En ik denk ook zeker als ik luister naar de burgemeester van Baren, en die heeft ook weer contact gehad met de burgemeester van Veenendaal, dan hebben we een groep met gezinnen die heel graag rust wil, die samen elkaar corrigeert en die heel graag willen dat ze, die heel blij zijn met de gastvrijheid en dat ook graag willen laten zien door samen ervoor te zorgen dat het rustig is. Nou, dat heb ik ook in deze zaal aangegeven. Ik heb daarnaast aangegeven dat wij 24 uur per dag voor de veiligheid zullen zorg dragen, dat de politie op de achtergrond aanwezig is. Nou, volgens mij hebben wij iedereen duidelijk kunnen maken dat we heel goed voorbereid deze mensen opvangen. En hen, voor hen, maar ook voor de inwoners van Gent, het gewoon prima en veilige dagen gaan worden. Nou, het is bij mij een achtertuin, maar ik heb het idee dat het heel goed geregeld is. Nou. Kijk, dat is ook leuk om te horen. Dank u wel.